Het journaal Laat met Goedele Wachters. Goedenavond. De gedeeltelijke heropstart van de scholen is goed verlopen. Volgens minister Weitz van Onderwijs heeft 95% van de scholen een nieuwe start genomen vandaag, na 2 maanden onderwijs op afstand. Het was vandaag vooral de bedoeling dat leerlingen en leerkrachten konden wennen aan alle maatregelen. Afstand houden, dat vooral, maar ook leerkrachten herkennen achter hun mondmasker. Waar het nodig is, kan er tegen maandag nog wat bijgestuurd worden, maar de onderwijskoepels hebben alvast geen grote problemen gezien. Ik denk dat de proefdag heel nuttig was, dat een aantal scholen ook gezien hebben dat hun voorbereiding goed gewerkt heeft. Er is zeer hard gewerkt op voorhand. Die routines zijn wat afgetoetst. Vanavond worden wellicht een aantal evaluaties gemaakt om dan maandag een vlotte doorstart te kunnen maken. En wat vooral veel deugd doet, is die blije gezichten, zowel van leerlingen als van leraren, dat we eindelijk weer mogen doen datgene wat we graag doen, en dat is lesgeven, op naar school gaan. Ja, naar school gaan, dat leek een eeuwigheid geleden voor de meeste kinderen toen ze vandaag weer door de schoolpoort stapten. Ben je er klaar voor? Knuffelen, dat mocht niet natuurlijk, maar het was toch een blij weerzien met de juf of meester en zeker ook met de klasgenoten. Niet alle kinderen mogen al terug naar de klas. In lagere scholen ging het meestal om het eerste, tweede en zesde leerjaar. Ik ben echt wel heel blij om ze terug te zien. Want we hebben dan zo lang digitaal met hen gecommuniceerd. En dat ging wel goed. En we hadden niet echt het gevoel dat we ze echt kwijt waren of zo. Maar om ze hier dan terug in levende lijven te zien, dat is echt heel fijn. En de school mag er dan wel wat anders uitzien dan 2 maanden geleden. Ook voor leerlingen is het een blij weerzien. Super groot enthousiasme. Heb je het gemist? Ja, toch wel. Alle juffen en meesters dat zo dingen voor hun gezicht hebben, dat was toch wel grappig zicht. Dus het is allemaal een beetje anders. Maar ik hoop dat het toch leuk wordt. Want ja, je ziet iedereen toch wel terug. Ook in de klas zelf is het helemaal anders. Kinderen moeten vaker hun handen wassen, zitten ver uit elkaar. En vooral, de meester draagt een mondmasker. Het is heel gemakkelijk met een mondmasker. Dat is een beetje ook de vraag van meester, wanneer gaan we zien als je boos bent? Ik zeg, dat ga je niet zien, dat ga je vooral horen. En dan zo begrijpen we elkaar wel. En corona-veilig spelen tijdens de pauzes doen ze hier zo. Tikkertje op 1,5 meter afstand. We zijn toch wel blij dat we goed gestart zijn en dat alles vlot verlopen is. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Het is fijn dat het achter de rug is. Ja, dat was een lagere school. Maar ook op de middelbare scholen is er weer beperkte beweging nu. 33. Ja. Je mag in de middenste zone gaan staan. Daar zijn alleen zesde en zevendejaars weer welkom. Het mondmasker is in secundair onderwijs voor iedereen verplicht, samen met veel andere veiligheidsmaatregelen. In het Technisch Atheneum in Halle werden alle laatstejaars vandaag verwacht voor uitleg en instructies over de opstart. Het blij weerzien. De kinderen zijn heel lang thuis moeten blijven, hebben wel afstandsonderwijs gekregen, maar nu zeker voor deze laatstejaars nog eens even naar school komen is toch wel een geluk eigenlijk. Nog niet alle kinderen en jongeren kunnen naar school, maar vanaf maandag mogen ze allemaal wel weer gaan sporten en skaten op sportterreinen en in skateparken in hun buurt. Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, heeft dat beslist nu de Nationale Veiligheidsraad groen licht gegeven heeft voor sporten in de buitenlucht. Er moet wel begeleiding zijn en met niet meer dan 20 man sporten tegelijk mag. Het is een maatregel die heel welkom is voor jongeren die niet bij een sportclub zijn en zeker ook voor kwetsbare jongeren. Digitale communicatie is voor hen iets minder weggelegd. Ze hebben ook niet altijd de mogelijkheid toe. Dus die willen echt gewoon met hun vrienden afspreken, elkaar eens zien, eens horen hoe het gaat met elkaar. En daar zijn we heel blij mee dat dit op vandaag meer mogelijk zal zijn. En het gaat ondertussen goed met de coronacijfers. Het is momenteel de bedoeling dat wie toch nog een besmetting oploopt, telefoon krijgt van een zogenoemde contactonderzoeker. Maar dat lukt deze week nog maar voor een goede helft van de nieuwe besmettingen. De contactonderzoekers moeten mensen die in nauw contact geweest zijn met iemand die besmet is, zo snel mogelijk opsporen en isoleren. Maar dat lukt duidelijk nog niet zo goed. Contactonderzoek is pas waterdicht als zo goed als alle besmette patiënten bereikt worden.
We moeten beseffen dat zo'n contactonderzoek, ja, dat is een hele keten van stappen die elkaar opvolgen. Dat begint bij de patiënt, naar de huisarts, naar het labo, die allemaal data moeten doorsturen naar de databank en zo naar het contactonderzoek. In elke schakel van die keten kunnen er problemen opduiken, kunnen er dingen voor vertraging zorgen. Dus heel die keten, daar wordt nu dag en dag aan gewerkt om die uit te zuiveren, om daar de kinken in de kabels nog uit te halen. En dag na dag wordt dit contactonderzoek beter en uitgebreider. Nogal wat mensen vragen aan hun huisarts om getest te worden op het coronavirus, ook al hebben ze totaal geen symptomen. Er zijn blijkbaar werkgevers die zo'n test eisen. Ze laten hun werknemers pas weer aan de slag gaan als die een negatief testresultaat kunnen voorleggen. Maar het is zinloos om mensen zonder symptomen te testen, zegt huisartsenvereniging Domus Medica. We testen eigenlijk bij patiënten die symptomen hebben, hè, om te kijken of zij het virus hebben. Maar als zij geen symptomen hebben, ja, dan is het helemaal geen reden om jou te testen. En zelfs als we zo'n test zouden doen en als die zou blijken dat die negatief zou zijn, ja, dan kan je evengoed de dag nadien wel het virus oplopen en dan ga je ook naar het werk en kan je het daar ook verspreiden. Dus de boodschap blijft heel duidelijk. Het is pas als je symptomen hebt en de huisarts weet heel goed bij welke symptomen dat is, dat je getest gaat worden en dat er gekeken gaat worden of je het virus hebt. De alternatieve stickeractie van het Rode Kruis Vlaanderen is een flop. Dit kon niet door de coronacrisis. Vrijwilligers mochten niet op pad om stickers te verkopen. Het Rode Kruis liet ze dan maar bij mensen thuis bezorgen met de vraag een gift te doen. Maar dat is geen succes. 300.000 euro opbrengst is er 10 keer minder dan vorig jaar. De CEO van Lufthansa heeft in Brussel met onze federale regering gesproken over financiële steun voor dochtermaatschappij Brussels Airlines. Er is minstens 290 miljoen euro nodig om Brussels Airlines door de coronacrisis te helpen. Het was een constructief gesprek, horen we. De volgende dagen praten ze voort. In Brazilië neemt de minister van Gezondheid ontslag. Hij was nog geen maand in dienst. Waarom hij opstapt, zegt de man niet. Maar hij zat duidelijk niet op één lijn met president Bolsonaro, die alle coronamaatregelen snel wil opheffen. Brazilië is nogthans het zwaarst getroffen land in Zuid-Amerika, met gisteren een recordaantal nieuwe besmettingen weer. Officieel zijn nu meer dan 208.000 Brazilianen besmet. En er zijn er al meer dan 14.000 overleden. Donkere coronawolken pakken samen boven São Paulo. De staat is zwaar getroffen door het virus. Om plaats te winnen op de begraafplaatsen plant de lokale overheid 13.000 stapelbare begraafplaatsen met hermetisch gesloten kisten uit gerecycleerd materiaal. Het is een cemeterie die permite que os sepultamentos, principalmente das vítimas de Covid, sejam feitas com dignidade para as pessoas, para as famílias que acompanham. De gouverneur van São Paulo heeft zijn inwoners opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. En alle niet-essentiële diensten zijn tot eind van de maand dicht. En dat tot afgrijzen van president Bolsonaro, die vooral oog heeft voor de economie. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de lockdown. Vamos fechar tudo. Não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso. Quebrar o Brasil. Daarover verschilde Bolsonaro ook met zijn minister van Gezondheid van mening. De man gaf zijn ontslag na amper één maand, midden in een grote crisis. Ik heb naar eer en geweten goed gehandeld, want door de lockdown in Peru, die 10 maal strenger is dan in België, kon ik de kat dus nergens achterlaten en dan zou ik hem op straat hebben moeten dumpen. En ja, daar heb ik het minste respect voor mensen die dieren op straat dumpen. Hevige emoties deze morgen aan het Justitiepaleis in Antwerpen. En dat kwam allemaal door Lee, een jonge straatkat die meegebracht is uit Peru. Dierenliefhebbers trokken naar Antwerpen om het kattenbaasje te steunen. De jonge vrouw moest voor de rechter verschijnen. Vorige maand nam ze het beestje mee uit Peru, maar het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid wil het dier laten inslapen, omdat het eventueel kan besmet zijn met het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. De vrouw heeft haar kat verstopt en verzet zich tegen de euthanasie. Het was inderdaad een straatkat die in Cusco, in Peru, van de straat is
gehaald. En het is zo, Cusco is een risicogebied. Daar zijn de afgelopen jaren, het afgelopen jaar, verschillende gevallen van hondsdolheid geweest. Dus dat maakt ook dat dit diertje inderdaad een gevaar betekent. Ik denk dat er enkele advocaten zullen zijn voor meisjebied die allemaal voor Lee gaan vechten. Dus zolang dat die steun er is van zowel de ministers en alle andere mensen, gaan wij blijven vechten dat Lee mag blijven leven. Er is vandaag nog geen oplossing gevonden. Over 14 dagen gaat de strijd om de kat Lee voort in de rechtszaal. De Pro League van het Belgische voetbal heeft eindelijk een beslissing genomen over de competitie. De algemene vergadering heeft beslist dat de stand na 29 speeldagen de definitieve eindstand is. De situatie was dat toen de competitie werd stilgelegd omwille van corona. Club Brugge is daarmee voor de 16e keer landskampioen. Ook Gent, Charleroi, Antwerpen en Standaar spelen volgend seizoen Europees voetbal. En de laatste in de rangschikking, Maasland-Beveren, zakt na 8 seizoenen in de hoogste klasse naar 1B. Dus als je een kampioen kunt aanduiden na 29 wedstrijden, ja, dan moet je ook consequent zijn en logisch zijn. Dan kun je ook een degradant aanduiden. Dat is niet fijn voor Maasland-Beveren, die hadden nog een kans. Sportief denk ik dat we eerlijk moeten zijn, die kans was niet zo heel groot. Natuurlijk hoopt iedereen op zo'n moment dat dat nog kan. En ik heb er ook altijd voor dat zij daarin geloven. Maar in Beveren zijn ze boos over de beslissing van de Pro League. Ze overwegen gerechtelijke stappen. En ook de 1B-clubs Beerschot en Oud-Heverlee-Leuven zijn woedend. Zij moeten nog een wedstrijd spelen om te bepalen wie de plaats van Maasland-Beveren kan innemen. Wat ze nu aan het doen zijn, dat kan eigenlijk niet. Dus dat is sowieso ons grootste argument. En daarmee zullen wij zeker verder trekken. Als Beerschot en OH-Leuven hun tweede promotiewedstrijd niet kunnen spelen, dan zal Westerlo, de eerste van de reguliere competitie... Wij zullen die wedstrijd terugspelen. Ja, als het mogelijk wordt gemaakt, maar ik heb vandaag op de algemene vergadering heel duidelijk gesteld, als er een overmachtssituatie nog blijft duren, kan ik mij niet terugvinden in het idee van de eindrangschikking. En dat zal desnoods juridisch moeten worden afgedwongen. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani vindt het ongehoord dat de Pro League de verantwoordelijkheid voor de wedstrijd bij de twee clubs legt. De hele aanloop naar deze beslissing was een triest schouwspel. Dit is achterkamergevoefel van het hoogste niveau. Bij kampioen Club Brugge is men wel tevreden. Ik moet zeggen, dit is voor mij de meest nerveuze dag al geweest in mijn carrière op dat gebied. Ik heb een aantal titels kunnen meemaken, dat is altijd op het veld. En oké, er is ook een bepaalde spanning bij, altijd uiteraard, maar dit is veel vervelender. Ja. Ik mis de dingen die dat wij samen heel graag doen, namelijk op een podium staan. En we hebben eigenlijk heel lang niet live gespeeld om te werken aan een nieuwe plaat die dat je dan eigenlijk maakt om terug op een podium te kunnen gaan staan. En dat valt nu allemaal plots weg. Dus dat is, ja, dat is super rot. Het is afzien voor veel muzikanten in tijden van corona. Optredens en festivals zijn weggevallen. En ook repeteren kan niet altijd. Maar er zijn ook bands die het voordeel zien van deze gedwongen rust. Het geeft hen de kans om terug te keren naar de essentie van hun beroep. Wij spraken met Goose en Equal Idiots. Na een wekenlange quarantaine komen de vier bandleden van Goose voor het eerst weer samen in hun studio. Ze houden afstand, gebruiken handshells en mondmaskers en toch voelt dit beter dan muziek maken via telewerk. We luisteren, we mailen onze commentaar, wat heel artificieel was. Dat was werkbaar voor een maand of maand, half, maar het doet echt wel deugd om hier weer samen fysiek aanwezig te zijn. Natuurlijk mist de groep de optredens en de energie van het publiek. Maar ze zien ook een kans in deze coronatijden. Voor ons is het wel een mooi moment om terug naar de essentie te gaan. En dat gaat over vernieuwing en over creativiteit. Iedereen is platgevallen. Van de grootste sterren tot de kleinste groep. Iedereen zit precies terug op niveau nul. En dat vind ik wel een mooi begin eigenlijk. Een heel ander geluid klinkt bij Equal Idiots. Don't care, we're just having fun.
Dan in zijn living streamt zanger Thibaut Christiaanse in zijn eentje zijn muziek tot bij zijn fans. Het is misschien leuk om nog eens bezig te zijn en muziek spelen wat te onderhouden en toch een band met een kijker of luisteraar te hebben. Maar het is verre van een optreden. Equal Idiots is een duo, maar omdat hun repetitieruimte gesloten is, hebben ze elkaar al wekenlang niet gezien. Voor hen mag de lockdown nu stilletjes aan aflopen. Het liefst zou ik gewoon met de Pieter mijn compagnon nog eens samen spelen. En dat gaat niet. Dus Pieter, als je dit ziet, ik mis u. Prachtig. Het is hopen dat Pieter kijkt naar het journaal. Het weer nog. Morgen begint zonnig. Later komen meer wolken opzetten. De temperatuur gaat tot 16 graden. Het is morgen ook de eerste zaterdag dat alle winkels weer open zijn. Afwachten of funshoppers zich nog wat kunnen inhouden en of de veiligheidsmaatregelen in winkelstraten gerespecteerd worden. En morgen had het Eurovisie Songfestival moeten plaatsvinden. Jammer maar, helaas. Maar er is met Europe Shine a Light wel een alternatieve show van 2 uur met live commentaar van Peter van de Veire. En we sluiten af vandaag met een bijzondere band in het bos van Gerhagen in Tessenderlo is dat. Een vrouw trekt daar met haar paard geregeld de bossen in en al jaren komt ze dan telkens hetzelfde hertje tegen. Het beestje wandelt altijd een heel stuk mee en het lijkt de vriendschap van paard en ruiter geweldig te appreciëren. Een soort Bambi-film in het echt eigenlijk. Bedankt voor het kijken. Heel fijn weekend wens ik u. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.